Hey, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En dit is de allerbeste dag in mijn leven. Ik heb vandaag kleine Milo gekregen. Ik zal hem even uit het doosje halen. Dat is namelijk een kitten, zoals je misschien al wel hebt kunnen zien. Super schattig. En hij gaat vandaag een beetje de living verkennen. We hebben hem ook nog maar net gaan halen. Hij is 2 maanden en zoveel. Ik zal hem even laten zien. Milo, kijk eens naar de camera. Oh. En hier hebben we al een krabbal en alles. Ik ga hem... Laat me los. Laat me los. En dan zet ik hem hierin. We gaan kijken wat hij doet. Oeh. En we hebben ook een hond, zoals je kunt zien. Gaat een beetje naar achteruit, hè. En ik ga een speeltje halen. Ja, mijn hond is heel opgewonden. Dat ze weer een nieuwtje erbij krijgt. Ik denk dat Milo... Ik weet niet. Hier heb ik allemaal van die speeltjes. Ik ga deze speeltje uittesten. Milo! Milo! Ze denkt van... hij denkt bedoel ik. Zo van... Kijk. En ik ga nog een paar... Ik ga ook nog een paar andere dingen laten zien. Dit is de kattenbak. In de dierenwinkel, die raadt nog niet aan om het al zo te doen. Maar liefst zo. Of dat ze er echt zo zelf door kan. Maar wij doen het zeg maar zo. Dus is de kattenbak. Dus ook speciaal zand. En ik hoop echt niet dat ze onder mijn bureau gaat. Oh, wat heb ik niet met gezicht nu? En... Ja, wat ga je doen? Hoi, wat ga je doen? Oh! Amai. En hij mag 6 weken nog niet naar buiten. Ik denk dat ik het wel langer ga doen. Oh, Milo, niet. Milo. Ze gaat een bad nemen. Hij gaat een bad nemen. Oh, sorry, Marie. En hij gaat nog een beetje verkennen. Wat is dat hier? Oh nee, ik denk dat Milo banger is. Ja, Milo. Ma. Nee. En we gaan ze ook een beetje op de krabbaal. En dit mini krabbaaltje, zoals je kunt zien, dat kan zo wat... Nee, toch niet. Hier heb je ook zo'n klein... dingetje, daar ga ik er nu in zetten. En s'avonds nemen de kattenbak me naar boven. En dit, waar ze kunnen in slapen. Ga je zien. Ja. Ondertussen neem ik het speciaal kittenvoer. Dit is speciaal nat voer voor kittens. We hebben nog voer. Ah. Dit zijn kittenbrokjes. Oh, Milo. Echt van de muur. Ja, dat is ook nog graag klein. Dit zijn speciale kittenbrokjes. Oh, laten we snel meegaan. En dit is de box waar ze in meegenomen is. We zijn er echt nog maar... We zijn net thuis van haar te gaan halen. Ze is echt... Waar is zij nu? Amai. Nee, dat heet hem wel schrikken, hè. Oei. Hij is een nieuwe huisje aan het verkennen, schat. Hij gaat onder de zetel, Milo. Kom eens terug. Oké, ja, mooi. Prachtig, Milo. Oké, hij is nu hier. En kijk, zoals je kunt zien, mijn arm staat ook al vol krabben. En we gaan hem ook eens op de zee. Milo! Hier. Allee. Ja, kleine deugend. Ik ga nu ook eens met het muisje kijken of dat ze daar iets opgewonden over is. Als ze nu nog een beetje te veel te zien heeft, liever. Ja, hij moet misschien wel eerst... Alles is nieuw, hè? Maar we gaan haar ook eens op de zetel zetten. Kijken hoe ze daarop reageert. Zo.
Mama, ik ga het gewoon even relaxed zitten. Milo. Ja, ga maar zelf aan de stoel. Ga maar. Ik zal maar niet misschien eerst even zo doen. Allee. Ik ga nu even wat water brengen. Als ik even rustig kan. Ik heb Marie eventjes. Oh, echt handig als je een hond hebt. Die een deur kan openen. En Milo, ga je ook nog dag zeggen? Zeg eens dag. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en vergeet zeker niet te abonneren op het kanaal. Doei, zeg eens dag Milo.